Hoe is het? Je wel goed. Hoe is het met jou? Is hij dan? Hoe is hij? Je hebt hem al aangezet? Ja, en ik had zin om dit te doen. Hey. Hoe is hij nou? Hoe is hij nou? Goed. Horus, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, Pim, heel leuk nieuws, maar daar gaan we mee eindigen. Ja. Wat zouden ze nu bedoelen? Ik blijf kijken. Nou, we gaan sowieso wereldwijd. Ja. Althans, soort van. Kun je niet al een tipje van de sluier? Hoe zie je dit voor je? Dit doe je, alles komt nu later of ga je wel nog iets meer een tipje van de sluier oplichten over waar je het nu over hebt? We gaan wereldwijd. We gaan wereldwijd. Dat is al een tipje. Je. Jij, hè? Ik. Ja. Ik ga wereldwijd over ons. Pim. Ja, hier hebben we het over gehad, hè? Gegund jaloers. Gegunde jaloezie. Ik gun het jou. Ja. Ik gun het ons. Ja, precies. Want dit is voor ons, Pim. Het is voor ons. Ja. Even om te beginnen, ik werd om 2 uur wakker geschreeuwd door mijn zoon, ja. Joey, en die heeft tot 6 uur niet meer geslapen. Nee. Ik merk in deze tijd van corona dat mijn geduld met mijn kinderen sowieso, maar vooral met hem, is veel minder dan die was voor de corona. Weet je, toen kon ik hem al irritant vinden. Maar nu wilde ik hem toch echt wel met een kleine babyhoofdje gewoon tegen de muur rammen. Je kan niet weg. Nee, ik hoor hem nu ook weer schreeuwen. Hij wil nu ook niet slapen. Weet je wat grappig is? Dat niks. Nu voor jou is er nu niks grappig. Wij facetimen al misschien wel al meer dan al jaren misschien al. Doen we dat dan vaak 's ochtends en dan gaan we met elkaar lullen. En dit is natuurlijk best wel een issue. Je hebt nog veel. De laatste tijd gaat het best wel goed relatief. Ja. Het is een tijd echt gruwelijk geweest. Dan sliep je gewoon niet. Nee. En onze gezamenlijke gabber Gerard, de vader van het Bacchus Wijnfestival. Ook onze vader eigenlijk natuurlijk. Die heeft een kindje gekregen, eergisteren. Ja, heel leuk. Ja, dus like en subscribe. Heeft niks meer. Op hoest hij nou? Omdat ze haar een kindje heeft gekregen. En die had ik net even naar telefoon. Mooi gedaan! Ja, goed hè? Ja, dat doe ik zo. En die kwam met een. Die had ik net aan de telefoon. En die is zo ontzettend blij dat hij dat kindje heeft. Dat hij dus niet slaapt. Maar die vindt het dus heel fijn om niet te slapen nu. Ja, nou, Gerard, ik spreek jou over als je kind 14 maanden niet geslapen heeft. Ja, het is nu voor hem het allermooiste wat er is. A whole new love. A whole new love. Ja. En weet je wat het is, Pim? Je weet wat jinxen is, hè? Ja. En dat is als je iets uitspreekt en het dan niet gebeurt of juist wel gebeurt. Ik heb dus 2 dagen geleden zei ik tegen Puk, wat is het heerlijk dat wij weer gewoon nachten doorslapen. Zo lekker. En jongen, ik zweer het je. De nacht daarna was hij 1 keer wakker en vannacht wilde hij gewoon weer niet meer slapen. Je hebt het gejinxed. Ja, maar ik weet niet of dat echt bestaat. Nou, niet. Kijk, ik geloof daar totaal niet in. Behalve met voetbal. Daar geloof ik er opeens wel in. Het voetbal denk ik echt, zeg nou niet. Ja. Als je tegen Duitsland speelt als Nederlands elftal. En wij zitten te kijken. En ik zou tegen jou zeggen in de 85e minuut. Nederland staat voor. Nou, dat komt me goed. Dan zou jij kwaad worden op mij. En terecht, want dat doe je niet. Nee, wij kijken wel eens met een familielid van jou. En met hem wil ik eigenlijk nooit meer voetbal kijken. Omdat dat, ik denk dat hij daarin gespecialiseerd is. Nee, maar dat komt omdat hij, morgen vertellen we wie dat is. Hij zegt altijd, komt toch niet goed. Ze gaan toch wel verliezen. Ja, dat is lastig. Dat is ook een soort jinxen.
Over teaser gesproken. Ik ben nu al 3 dagen bezig met onze vaste kijkers, die weten dit. Een stuk hout. Ja, Pim. Horus, jij hebt, als het goed is, ergens in jouw vicinity, je kan nu laten zien, laat het maar even zien als je mij plezier wil doen, een stuk boom. Dames en heren, nou, dit is toch een prachtig bijzettafeltje? Hier gaan we leuke dingen mee doen. Ik dacht, dit lakker. En dan, ja. Weet je, dat het zo mooi is, dat het dit blijft. Dat je kan zien, oh, moet je tellen. 1, 2, 3, 4. Deze boom was al 9000 jaar. Ik wist niet eens dat de straat zo oud was. Maar denk even over deze na. Dat dus die ringen schijnen echt een soort jaar te zijn. Ja, maar dat is heel raar, want die jaren zijn verzonnen door... Bomen. Bomen zijn dus begonnen met jaartelling. Bomen hebben de tijd uitgevonden. Laten we wat leuks verzinnen voor de mensen. Ja. Ik wil even een applaus voor de mensen. Wil ik even met jou en onze kijkers een applaus voor de mensen die nog geen applaus hebben gehad. Hoe lang? Ja, heel kort. Heel kort. 15. Die verdienen en niet voor de mensen die hier... Precies. Genoeg. Hé, hey, maar even af te maken. Dat bomending. Jij had... ik belde jou eergisteren, geloof ik. En toen zei hij... ik bel je zo even terug, want ik ben afscheid aan het nemen met mijn familie van de boom. En toen moest ik denken aan... Anne Frank. Anne Frank heeft een hele beroemde boom in haar tuin gehad. En die is later geloof ik neergehaald. Daar schrijft ze over in haar dagboek. Nee, maar dat is heel mooi. Dat is nu weer... Ik zag jou staan als Joodse man ook, met je familie, te kijken naar een boom. Je mocht niet naar buiten, ondergedoken-achtig. Wow. In ieder geval beknot in je vrijheid. En die boom werd neergehaald. En die boom staat natuurlijk voor vrijheid. Die staat buiten. En jouw buurvrouw had er ook een spandoek omheen gehangen, toch? Bedankt, lieve boom. Ja, toch? Doei. Adieu. Adieu, lieve vriend. Dat ze erop geschreven. Ja, nee, die vrouw heeft ook niks te doen met de tijd, weet je wel, dus ja. Adieu, lieve vriend, is goud, om op een oude kussensloop en dan om een boom te hangen. Maar ik moet je wel eerlijk vertellen, ik voel me ook Anne Frank, maar mijn kinderen zijn de Duitsers. Ja, ja, echt hè? Ja. Joey, hij zit achter de boekenkast. Nou, het is echt het is een zware beproeving. Zo. En we moeten nu dus tot de meivakantie. Ik heb Rutte niet gezien. Kan je mij gewoon in een paar zinnen vertellen? Ik heb het echt niet gezien. Je bent niet betrokken bij wat er gebeurt. We gaan dus tot 28 april. Oké. Mag er niks open. Ook geen vergunning. Evenementen die waren vergunning, dus Koningsdag. Koningsdag sowieso, het is Koningsdag. Gek, voetbal, he? Eredivisie. Dan houdt het toch op, dan de Eredivisie gaat niet meer beginnen dan hoor. Nee, dat denk ik ook niet. Het wordt gewoon een opgegeven seizoen. Ja. Ja, want om nou te zeggen dat nu Ajax kampioen is ook een beetje... Maar goed. Nee, dat gaat dus wel gebeuren, maar goed, we gaan niet over voetbal hebben. We gaan niet over voetbal. Pim? Wij hebben trouwens namelijk vooral vrouwelijke kijkers die, dat is een beetje een vooroordeel wat ik dan blijkbaar heb. Ik denk dat vrouwen minder vaak van voetbal houden dan van mannen, heb ik het zo gezegd. Dus ik denk niet dat wij het veel over voetbal moeten hebben, niet te veel. Nee, laten we dat niet. Nee. Oké, sorry, ga verder. Laten we dat zelf wel altijd verder doen. Ja. That said, vanavond Ajax Madrid op de Ajax site, Ajax YouTube. Is dat echt zo? De 4-1? De 1-4? Op het Ajax-kanaal, de hele wedstrijd. Ajax. Maar we gaan het niet over voetbal hebben. Nee. Nee, we moeten het even hebben over iets. We gaan... Nou ja, nu gaat het beginnen. Ja, ons succes. Nu gaat het echt beginnen voor ons. We hadden al meer succes dan we hadden verwacht. Ja. En nu gaan we, nou toch wel, denk ik, als het niet wereldwijd is, Nederlandwijd. Laten we beginnen landelijk. Ik vind het ook niet zo erg. Ik ook niet. We hebben geen haast. Jij gaat
Zit straks bij AD Online. Ja. Dat doet, het AD doet dat. Dat wordt gepresenteerd door de ongelofelijke knappe Hidde van Warmerdam. Ja, even. Ik bedoel er niks grappigs mee. Ik bedoel er niks verdrietigs mee. Ik schreef het even. Ga je met Anne Frank vergelijken? Want dan, Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Ik vind het wel... dat is trouwens wel grappig. Want hoe heet zijn vriendin? Zeg het maar. En hoe heet haar vader? Oké, zijn vrouw heet Frankenhuis. En hoe heet haar vader? Anne. Anne Frankenhuis. Dit is toch toevallig? Luister. Nou, zo komt het allemaal samen, Pim. Ja, luister. Het is helemaal oké en het is goed en ik begrijp het ook. Maar het is wel eigenlijk een heel grappig feitje. Dat ik zit er niet in. Nee. Als mensen over dat soort dingen bellen, dan zullen ze altijd naar jou vragen. Ja. Punt. Nee, het zit je dwars. Nee, het zit me niet eens. Dat is nog erger. Ik zit me niet eens dwars. We doen dit samen en ik zal het benoemen. Dat jij het belachelijk vond. Dat jij ook niet gevraagd bent. En het is ook belachelijk. Maar goed, we moeten ermee leven. Pim, we moeten doen. Ja. Ik wil het ook goed doen. Ik wil het niet verknallen. Dus misschien moeten we het even oefenen. We hebben ooit geoefend. Toen wij ooit dachten dat we een theaterproductie zouden doen. Dat we bij De Wereld Draait Door zouden gaan zitten. Dat kan nu niet meer. Maar toen heb jij gedaan alsof je... Matthijs was. Ja. En nee. Aan de tafel. Ja, zoiets was er. Nou ja, goed. Ik ben dan even nu Hidde. Ja. Ik ken Hidde ook een beetje als journalist. Dat is een keihard, hè? Ja, die gaat je aanpakken. Dus, ja, en je moet ook alles doen wat ik kan verwachten. Dus ik wil het gewoon goed doen. Ja. Een paar vragen. Horace Cohen... stel jezelf even voor. Wat leuk dat je er bent. Hi. Hartstikke leuk dat we hier mogen zitten. Je? Nee, niet we. Dat is dus niet zo, want ik ben er niet bij. Nee. Nee, je opnieuw. Nee, maar kom op. Hey, Horace Cohen, wat ontzettend leuk dat je er bent. Ja, kun je even snel kort voorstellen? Ook namens Pim. Had hij ook hartstikke graag willen zijn. Ja, maar dat kan ons geen reet schelen. Ga je gang. Stel je even... Ja, dat heb ik gedaan. Ik ben Horace Cohen. Oh, oké. Jij doet dit samen met Pim Vet. Wat betekent hij voor jou? Alles. Alles. Pim is mijn rots in de branding. We doen dit nu 15 afleveringen. En ik moet zeggen, hij sleept mij door deze moeilijke tijd heen. En ik heb ook... Ja. Welke kwaliteiten van Pim Vet... Denk je dat hij dit soort vragen gaat stellen, Pim? Ik heb hem net gebeld en die kans is best wel groot. Wat vind je het leukste aan Pim Vet? We moeten ons voorbereiden op vragen die ons kapot kunnen maken. Dat ik me niet, weet je, zoals bij House of Cards of weet je, alle presidential interviews. Jij moet me helpen. En dan kom jij weet je wat dus vet is van wat er nu gebeurt aan het hele coronavirus? Ik ga dus noodgedwongen, kijk ik House of Cards. Ik heb het nooit gezien. Nou. Het is fantastisch. Oh, kom je nu mee? Jij hebt het toch gezien, neem ik aan? Ja, is hartstikke goed. Ja, is heel goed. Hoor, hoe zou jij eigenlijk, hoe is die nou zo dadelijk gaan omschrijven? Nou ja, hoe is die nou? Is toch, dat is een goede vraag. Zie je, het is goed dat we dit doen. Want die vraag had ik dus helemaal niet verwacht. Je dagelijks afgeleid van deze hele coronasituatie. En hoe is dat ontstaan? Nou, Pim en ik, Pim, mind you, mijn allerbeste vriend, die ik minder lang ken dan andere beste vrienden, maar wel zichzelf heeft neergezet als mijn allerbeste vriend. Wij deden dit al elke ochtend eigenlijk, via de FaceTime. En wij dachten, laten we daarmee doorgaan en nu we toch tijd hebben, dat op het wereldwijde web zetten. En hebben jullie hier een plan mee of is dit voor de lol? Nee, we willen hier, echt niet... moeten we zeggen dat we hier toch wel... Ik denk dat het goed is om wat je doet, dat je het lekker klein houdt. Nee, het is gewoon helemaal voor de lol. En wat er... ik schrijf dit zo wel even voor je op. En wat eruit komt, nou ja, dat komt eruit. Dat is hartstikke leuk meegenomen.
Maar zijn wij, waar zijn wij te vinden? Het gaat helemaal goed komen. Wij zijn te vinden op ons YouTube-kanaal, Roestinaal. En op Facebook en Instagram. En nou komt hij. En ik wil dat je dit doet. Ik ga kijken. Op een moment. Is het live? Ja. Er gaat een moment komen. Het is toch online? Dat je dit gaat doen en dat moet. Dus ik zou iedereen willen vragen om te liken, subscriben en te delen. Nou ja, je hoeft niet letterlijk zo te doen. Maar je moet eerst liken, subscriben doen. Ja, en we willen natuurlijk dat iedereen liked, subscribed en deelt. Het zou zo grappig zijn als je dat flikt. We gaan het doen. Voor mij. Ik heb het vergeten, maar goed. Nee, super. Maar hoe heet het nou ook weer waar we zitten? Jij? AD Online. AD Online, mensen. AD Online. Vanessa ken ik van heel lang geleden. Ja. En die heeft dus samen met anderen een dating site. Die, ja. Maar dat eigenlijk als je erover nadenkt, best wel vet. Die wil dus echt dat mensen samenkomen. Haar doel in het leven is om mensen bij elkaar te komen die nog niet de liefde van hun leven hebben. Ja. En dat willen ze gaan communiceren. Zij zijn in contact getreden met Dubbele Tong Communicatie en Advies. Nou, dat zijn wij. En jij hebt een overhemd aan. Ik een colletje. Jij hebt een lamp en een heel professioneel decor. Ik. Eigenlijk ook. Zwart en wit, yin-yang. Ik vind het heel mooi. Ja, en met die kool heeft het iets. Ik mis alleen nog een zwarte bril. Zo'n en beetje kunst. Ik zou die radiator wegrossen morgen. Ja. Ja, maar ik wil hier ook niet meer zitten, want ik zit hier een beetje noodgedwongen. Ik vind het geluid ook. Het is hol, het is niet gezellig. Super slecht. Ja. ik stel voor. Heb je hem daar? Ja. Ik heb een commercial geschreven. Ja. Oh, wacht. Ik doe hem ook even. Ik heb hem hier. Moeten we nog wat uitleggen? Zie je mij nog? Nee, we hoeven niks uit te leggen. Ik zie je nog. Komt allemaal goed. Oh, ja, nee, wel. Ik moet jou even iets uitleggen. Jij moet mij uitleggen. Ik heb een kleine tekstaanpassing. Kan dat nog? Oké. Kan jij even in het document? Ik zit er. Ja. Ik zeg op een gegeven moment, wil jij weer klamme liefdevolle ochtendseks? Je verpest het nu wel, hè? Je geeft het nu wel weg. Ja, daar heb ik over nagedacht, maar dat komt goed. Kan jij daarna nog even tussen ochtendseks en met maar wel schrijven? Dus ochtendseks, maar wel met een trouwe partner. Want het zijn eigenlijk. Ja, staat erin. Ben je er klaar voor? Ja. Wil je een. Wat is het voor type? Geef me nog een beetje regieaanwijzing. Het is echt een leuke man. Ik ben een man. Ja, oh, je bent wel een man, ja. Okay. Had je hem als vrouw willen doen? Nou, ik voel me acteur, dus ik zou hem ook als vrouw kunnen doen. Maar een vrouw met een beetje mannelijke stem. Doe maar als vrouw, maar ga niet een vrouwtje doen. Nee. Dan begrijp je wat ik bedoel. Voel je vrouw. Ja. Je bent een vrouw. En de vragen die ik jou stel, die verrasten je niet. Maar nou, ik hoef je dit niet uit te leggen hoor. Jij herhaalt van wat ik zeg. En ik ga het toch als man doen. Je gaat het toch als man doen. Dat is helemaal prima. Ben jij klaar voor? Ja. 1, 3, 2. Voel jij je wel eens eenzaam? Ik voel me eenzaam. Oh, sorry, ga ik je even stoppen. Sorry, dat moet heel strak overal op. Nee, dat is wel echt belangrijk. Je moet gelijk te strak erop. Je begint nu al... vervelend te worden. Ja, nou, we hebben er nu 3 gedaan en ik dacht, wanneer begint dit? Maar het is bij nummer 3. Prima. Strak erop. Op 3. 3, 2. Voel jij je wel eens eenzaam? Ik voel me zo eenzaam. Heb jij zin om weer begeerd te worden? Ik wil begeerd worden. Wil jij weer klamme, liefdevolle ochtendseks, maar met een trouwe partner? Ik wil weer klamme, liefdevolle ochtendseks, maar wel met een trouwe partner. Dan begint vandaag de rest van jouw leven op whenharrymetsally.nl. Wij vinden de ideale partner met een mooie balans tussen dampende passie en samen oud worden. When Harry met Sally matchmaking. Online vinden, offline genieten. Bam! Dit is toch fantastisch. Dit wil je. Als je dit niet wil, als online dating gedoe, dan ben je een dief van je eigen online dating genoeg portemonnee. We hebben dus steeds de tag-on door jou. De tag-on bestaat altijd. En die gooi je er gratis bij. Ergens anders gaan zitten, want die ruimte is vreselijk. Waar is dit? Ik hoor Joey al de hele opname huilen. Ja. Ik, sterkte. Sterkte, zet hem op straks. Ja. Sterkte.